Ja, Annie Brands, de voorbereiding op de tweede seizoenshelft is begonnen. Veel ploegen naar warme orde, maar jullie gewoon in het koude Nederland, hè? Ja, we hebben eerst een toernooitje gehad in Antwerpen. Ja, ik denk dat het heel goed was verlopen. Goed voor de moraal. Het is ook goed gevoetbald. Ja, en nu zijn we weer bezig. Tweede dag. Hè, zoals dat gaat in de voorbereidingen. Je moet je proberen weer fit te worden voor de 17e. Waarin we dus uit naar AZ moeten. Toernooitje in België met de nodige gerenommeerde Belgische clubs ook. Hè, en een wat aparte opzet gespeeld. Kun je daar iets over vertellen? Ja, het was heel leuk. In een hal met 5-5. Hè. Wat voetballers het liefste doen, is voetballen. Hè. Ik bedoel, conditioneel moet je weer op peil raken. En dat hoort natuurlijk, dat doe je door middel van conditietrainingen, et cetera. Maar wedstrijdjes spelen is natuurlijk het mooiste en het fijnste wat er is. Ja. Het ging natuurlijk nergens over, het is allemaal vriendschappelijk. Maar als je dan toch, wat ik erover las, de felheid merkt bij de spelers, hè, de wil om te winnen, dat zit er bij elke voetballer ook in, hè? Ja, nee, tuurlijk. Je wilt elk partijtje winnen. Hè. Vaak is ook met voetballers, of het nou om dammen gaat of schaken, ze willen elk partijtje winnen. En dat was daar ook het geval. Ja. Nu dus weer op het veld, de voorbereiding gestart. Waar ligt in zo'n voorbereiding, zeker in deze fase, dan de nadruk op? Nou, vooral om natuurlijk weer fit te worden, hè, want je hebt toch een dag of 10 niks gedaan. En de boel aanscherpen, hè, de manier van spelen, hoe willen we gaan spelen, de vastigheden, dat moeten we gaan verbeteren. En daar gaat vooral de aandacht op. De doelstelling halen. En de doelstelling voor dit jaar is weer handhaving, hè, minimaal de 17e plaats. En als het kan natuurlijk nog beter, en daar gaan we voor. In de slotfase van de eerste seizoenshelft hadden jullie een speelwijze waarbij iedereen zich op zijn gemak voelde. Het ging goed daarin. Is het dan inderdaad ook die speelwijze er verder inslijpen? Ja, dat is in ieder geval een manier om het te verbeteren. Hè. En, je moet beter worden. Hè. Nog beter aanvallen, nog beter omschakelen, nog beter verdedigen. Ja, daar ben je dan constant mee bezig. Ja. Je hebt een aantal nieuwe gezichten tot je beschikking na de winterstop. Met Joost Steenvoorde gekomen van Feyenoord. Laten we met hem even beginnen. Blij met zijn komst? Ja, natuurlijk. Je kunt zien dat hij op een hoog niveau getraind heeft. Sterk in de duels. Ik denk wel voor ons een versterking. Ja. Sean Kleiber, gekomen van FC Utrecht. Moeten nog wat formaliteiten worden afgehandeld vandaag? Wat kun je over hem zeggen? Ja, maakt op mij wel een fit indruk. De laatste wedstrijd is hij ingevallen. Hebben ze, dacht ik, Utrecht gewonnen met 3-0 van AZ. Ja, het is natuurlijk. Je kunt niemand natuurlijk in eerste instantie een plaats garanderen. Maar ja, je kunt wel zien dat die jongen wat in zijn mas heeft. Ja. Dat is ook wat een club als Dordrecht moet doen. Hè, op deze creatieve wijze dit soort spelers oppikken. Ja, dat kun je gerust aan Marco Boogs overlaten. Ja. Dan hebben we nog één speler niet besproken, dat is Andwele Slory. Ook hij toegevoegd aan de selectie. Hoe kijk je tegen zijn komst aan? Ja, ook een speler met veel ervaring kun je zien, snel. Ook gewend om in een twee-spitsen systeem te spelen. Ja, ik denk ook als hij echt fit is, dat we daar heel veel plezier aan gaan beleven. Ja, want lang niet op het hoogste niveau gespeeld, hè? Kun je dat dan ook merken? Ja, je ziet natuurlijk wel, hij heeft met het tweede elftal mee getraind. En daar kun je zien dat hij heel veel kwaliteit heeft. Maar ja, hij is nog niet fit. En dat moet hij nu geraken in de komende periode. Op naar Hilversluis. Ja, gaan we doen.